Jansen komt los. Jansen met de eerste kans in deze wedstrijd. Prima voorzet van Seintje. Dat wordt een indraaiende vrije trap van Cruz Vicente. Michael Jansen nu, derde kans. Oh, Van Westrop haalt hem eruit. Want hij zat er al bijna in. Cruz Vicente probeert het. En Van Westrop. Wat een geweldige uithaal van Cruz Vicente. Anko Jansen krijgt veel ruimte van Huscher. Zoekt de combinatie met Kolder, die valt. Anko Jansen valt ook. Penalty. Ja, hij gaat op de stip. Zegt Wiedemeijer. En er komt ook nog een kaart voor Van Westrop. En de kleur is geel. Was het wellicht al een twijfelgeval bij Kolder? Wiedemeijer is resoluut na dat duel waarbij Van Westrop betrokken is. En Anko Jansen legt hem dan wel op de stip. Oh, Van Westrop maakt die fout goed. En is dit dan een middag waarop het niet mag lukken voor de ploeg van Joop Gal? Met de beste kans in de eerste 10 minuten van de tweede helft vanaf de stip. Huscher langs Appau. Veldmaten raak voor 1-0. De bevrijdende goal voor Helmond Sport. Dat een draak van een eerste helft afwerkt. Na rust wat sterker wordt. En krijgt uitbetaald via die goal van Mark Veldmaten. Die de ploeg uit Helmond naar de finale kopt. Voor Veendam zit het seizoen er dus op. Trainer Joop Gal kan afscheid nemen van de club. Hij gaat na dit seizoen naar de Eagles. En de spelers van Helmond Sport kunnen nog niet met vakantie. Zij behalen de finale. Schakelen in de tweede ronde dus Veendam uit. Na de 3-3 in Veendam. En de minimale 1-0 overwinning in eigen huis.